Prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Hij doet het niet. Hoe kan dat nou? Geen idee. Oh, meneer, wacht eens even. U hebt de verkeerde slang. Dat is de mijne. Oh ja, is de pomp soms ook van u? Nee, maar die pomp waar u uit hebt staan tanken, daar heb ik net 25 gulden in gedaan. Dat is mijn benzine. Nou, dat is dan mooi jammer. Nou ja, dat is het toppunt. U hebt van mijn geld uw tank staan vullen. Dat gaat zomaar niet. Ik krijg 25 gulden van u. Zie maar dat je ze krijgt, wijfie. En bedankt voor de borrel, hè. Doeg. Hé, hey, zeg, wacht eens even. Wat krijgen we nou? Dief! Oplichter! Daar maak ik werk van. Dat zul je meer van horen. Ik sleep je voor de rechter. Ik ga naar de politie. En de politie wilde natuurlijk het autonummer van die kerel weten. Ja, maar dat was ik in mijn opwinding helemaal vergeten te noteren. Trouwens, ik heb het amper kunnen zien hoe die ploert was zo verdwenen. Jij mag nog van geluk spreken dat je er zo van af bent gekomen. Kijk, normaal krijg je nog een dreun op je kop ook en pakken ze je tasje af. Ja, kom zeg, daar ben ik toevallig zelf ook nog bij. Ja, dat is nu juist het beroerde. Denk jij nou niet dat je tegen zo'n vet maar dat kan uitrichten, hoor? Je telefoon gaat, hoor je dat niet? Ja, het hoort het wel. Laat me bellen, is toch niks belangrijks. Hoe weet je dat nou? Nou, als het iets bijzonders is, bel ze nog wel een keer. Nou, ik vind het wel raar, hoor. Kan toch best iets belangrijks zijn? Wat zou er nou voor belangrijk zijn? Nou, Hanna kan wel ergens langs de weg staan met pech. Oh nee, die belt de ANWB wel. Ja, en als ze dat nou niet meer kan? Het kan het ziekenhuis wel zijn of de politie? Nee, die blijven bellen. Nou, dat doen ze nou toch ook? Oké, jij je zin, ik ga al. Maar je zult zien, ik loop altijd voor niks. Hallo met huisman Bast. En? Was het iets belangrijks? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben weer opgehangen. Ja, natuurlijk, omdat je weer veel te lang hebt gewacht. Nou, ik vind het toch geen stijl, hoor. Als ik je nodig had gehad, had je me ook laten bellen. Mens, wat klets je nou? Je staat toch hier voor me? Ja, nu. Maar als ik niet voor je sta, als ik badend in mijn bloed onderaan de trap lig... Hé, hey, jasses, dan kun je toch niet bellen? Ach, bel op. Vlieg op, jij. Dag, Molly. Hey, waarom neem jij die telefoon niet op? Hé, hey, je hoorde helemaal geen telefoon? Ja, dan wel. Nou, en? Dat hoef je toch niet zo geheimzinnig te doen? Hij is toch niet zo flauw? Ik heb je steeds gebeld. Of je voor mij naar de apotheek wou gaan. Waarom? Wat is er iets? Je bent je stem kwijt, zielepoot. Zeg dat dan. Zal ik iets voor je halen bij de apotheek? Hoeft niet meer. Ben je al geweest? Nou, dat heeft niet veel geholpen, zo te horen. Goedemiddag samen. Ook goedemiddag. Namens mijn vrouw en mij. Kan jouw vrouw zelf niet meer spreken? Nee. Wat? Mijn stem kwijt. Zij was haar stem verloren. Waar hij zo dol op was. Maar dat is niet zo mooi, Joris. Daar moet je niet mee grappen. Och, zeg, wat heb je daar? Oh, dat is mijn oude antwoordapparaat. Is dat niks voor jou? Hoef je nooit meer zelf aan de telefoon te komen? Hé, nou... Ja, dit is misschien wel makkelijk, Hanna. Ja, Hanna ziet er ook wat in. Ik weet het niet. Ik geloof dat ze het zeggen wil. Wat moet ik met dat stomme ding? Stuk en te duur. Hoe kom je daar nou toch bij? Dat zou Hassan ons nog nooit aandoen. Hé, Hassan, wat moet je ervoor hebben? 100 gulden. 100 gulden? Voor het oude rotding? Hanna, ik geloof toch dat je gelijk hebt. Neem me niet kwalijk. 15 tientjes. Plus de advertentiekosten. 50 gulden dus, want die advertentie heb ik helemaal niet gelezen.
Stil nou, meisje, want zo krijg je je stemmetje niet terug. Weet je dat ik nu al heimwee heb? Naar dat prachtige, heldere geluid waarmee je altijd van die lieve dingen tegen mij placht te zeggen. Jij krijgt het ook nog wel, hoor, het eerst. Ach, wel nee. Het was hartstikke druk bij de apotheek. Allemaal een stem kwijt. Ah, nee. Oh, meneer Van Dam was er ook, met zijn arm in het verband. Heb je hem gesproken? Nee, hij zag me niet, trouwens. Na een bofje nog. Ja, hij was van het keukentrapje gevallen. Waar afgevallen? Van het keukentrapje. Keukentrapje? Ja. En je hebt hem niet gesproken? Nee, dat zei hij tegen de apotheek. Ja. Zo, voorlopig hou je je mond maar, want dit gaat helemaal verkeerd. Ach. Nou, dan ga ik maar. Hé. Laat dat ding maar hier. Ik verreken het wel met de huur. Zuurt. Jee. Stil maar, schat. Ik weet wel dat je van me houdt. Alsjeblieft. Ik zet het vlak bij je linkerhand. Ah, ja. Dank je wel. Oh, dat kun je nog. Hij is dus niet gebroken. Nee, gelukkig niet. Alleen zwaar gekneusd moet je bedenken. Maar ja, dat komt door het afweren van die slag, hè? Die slag? Vertel eens. Kijk, dat zat zo, hè. Ik ging wandelen. Dat doe ik alle dagen, hè. Loop ik een paar kilometer. Dat is goed voor mijn conditie. Ja, en? En nou, ineens komt er een vreemde snoeshaan op me af met zo'n knuppel, hè. En die zet je portefeuille. En een beetje plotseling. Nee, toch? Ja, toch. Ik zeg, kom hem maar halen als je durft. En toen? Toen zegt het individu, zal ik jou eens een flinke klap geven. En met dat hij dat zegt, haalt hij uit en wil hij me boven op mijn kop slaan. Ja, maar ik heb in mijn jonge jaren heb ik veel aan schermen gedaan. Dus automatisch ging mijn arm in zes. In zes? Ja, zes. Dat is een stand bij het schermen. Zo. Hè. En zodoende kwam die knuppel op mijn arm terecht en niet op mijn kop. Je had wel dood kunnen zijn. En wat deed hij toen? Niks. Hij was zo verbaasd dat hij me niet geraakt had. Dat hij helemaal de kluts kwijt was. En daar maakte ik gebruik van. Toen nam ik met mijn linkerhand die knuppel en die rukte ik meteen uit zijn handen. Nou, toen waren de rollen wel even omgedraaid. En heb je hem er van langs gegeven? Nou, was het maar waar. Hij nam de benen. Het is toch wat. Je bent tegenwoordig je leven niet meer zeker. Ik heb je toch verteld, hè, van mij bij het benzinestation. Ja. Je moet tegenwoordig zo uitkijken. Als je gaapt, dan gappen ze het gebied uit je mond, weet je dat? Ja, lach jij maar ondertussen. Ja. Nou, heb je tegenwoordig van die cursussen, hè, voor oude dames. Is dat niks voor jou eigenlijk? Dankjewel. Je bent wel complimenteus. Oh, nee. Zo bedoel ik het niet, hoor. Nee. Maar het is alles voor tv geweest. En tegenwoordig staat het weer in de krant. Dat is een speciale cursus voor zelfverdediging. Voor oudere dames, ja. Nou, dat valt nogal mee. Nou ja, zo piep ben ik natuurlijk ook niet meer. Maar ben je gek? Je mag er nog best wezen, hoor. Ja, zo is het wel goed. Zeg, zal ik eens voor je informeren of er nog plaats is? Ken je die mensen dan? Ik heb zo mijn connecties. Oh, nou, misschien doe ik het wel. Het zou heel erg verstandig zijn, weet je dat? En als je wilt, wil ik hier best eens thuis een beetje komen oefenen. Ja. U luistert naar het automatische antwoordapparaat van Joris en Hanne Huisman. Op dit moment zijn we er niet. Maar ons pitbull is wel. Koesneer, ga liggen, aan de voet. Braaf. Als u wilt, kunt u na de pieptonen naam, telefoonnummer, hou je kop, boodschap, inspreek. Jij lijkt wel gek. Stel je toch voor dat ze bellen van school of ouders? Stil, jij hebt hier geen stem meer. Als jij niet spreekt, hè, dan zijn wij zo gelukkig. Dan kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Nee, ik wil het niet. Oké, laat ik jou erbuiten. Hassan. Ja. Je moet vanaf het begin zacht, maar dreigend blaffen. En zodra ik het over pitbull heb, harder. Oké. Attentie. U luistert naar de automatische telefoonbeantwoorder van Joris Huisman. Op dit moment ben ik er niet, maar mijn pitbull is er wel. Zie je, het werkt.
Molly, kom maar, de kust is veilig. Wat is hier aan de hand? Ik schrok me rot. Jij leek wel een pitbull. Heel goed. Hassan speelt voor pitbull op het antwoordapparaat om de inbrekers buiten de deur te houden. Hij is gek. Nou, zo gek is dat niet. Je moet tegenwoordig je voorzorgsmaatregelen nemen. Absoluut, Molly. Ik zelf ga binnenkort op een weerbaarheidscursus. Hebba, het klinkt dat fascistisch. Van Dam was vanmorgen bij me op de koffie en die heeft het me aangeraden. Wat? Dat is een cursus voor ouderen... voor dames. En daar leren ze je jezelf een beetje te verdedigen. Dan gaat hij er zelf zeker ook op. Het is voor dames. Ja, daarom juist. Daar is hij gek op. Houd flauw. Van Dam heeft helemaal geen cursus nodig. Die heeft vroeger geschermd. Geschermd? Ja, je zou het niet van hem zeggen, maar hij is heel wat mans. Gisteren is hij op straat overvallen en hij heeft zijn aanvaller op de vlucht gejaagd. Wat? Draagt hij een sabel bij zich? Nee, met zijn arm. Je meent het. Ja, maar hij heeft wel een lelijke klap opgelopen. Zijn rechterarm zit helemaal in verband. Jonge, jonge. Van Dam een held. Dat had ik nooit van hem gedacht. Jij? Nee. Van Dam heeft connecties bij die cursus. En hij zal bellen om me op te geven. Nou, prettige regel toch? Heel verstandig. Moet je doen. Al was het alleen maar om Van Dam zelf van je lijf te houden. Ja, hier moet het wezen. Ja, waar komt u voor? Wij komen voor de cursus. Wij? Ja. Deze cursus is alleen voor vrouwen. Ja, dat weet ik wel. Ik ben ook alleen maar meegekomen als begeleider. Ik pak wel ergens een stoel. Komt u binnen, mevrouw? Van Dam is de naam. Ik heb voor mevrouw opgebeld vanmorgen. Weet u wel? Komt u binnen, mevrouw Van Dam? Nee, u niet. U blijft buiten. Ja, maar... Niks te maken. Hier komt geen vent binnen. Zo. Ik ben Ans Kruknied. Maar noem me gewoon Ans. Oh, ja, natuurlijk, ja. Ik ben Molly. Molly van Klaveren. En niet Van Dam, hè, zoals je misschien zou denken. Hij heet Van Dam. Ach, op zo'n manier. Kom er maar gauw bij. We waren al begonnen. Zoals ik al zei, dames. Als je zelfvertrouwen uitstraalt, is de eerste klap al binnen. En daarbij is de stem heel belangrijk. Als je piepstemmetje roept, help, help, is dat geen kreet waarbij je weerbaar overkomt. Goed stem gebruiken, daar gaat het om. De aanvaller in de ogen kijken en schreeuwen, laat los, laat los, laat los jij. Goed, dat oefenen we even, dames. Daar gaan we. Laat los, laat los jij. Heel goed, Molly. Wil jij het de dames nog eens laten horen? Laat los jij. Ga weg, jij! Ja, 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 ja. Stop, stop. Dat is het. Helemaal. En dames, we blaffen natuurlijk niet alleen. We bijten ook. Daarbij gebruiken wij 4 slagtechnieken. Om te beginnen de hamerslag. Dat gaat zo. Van boven naar beneden. Op de neus. Alsof je houtjes hakt. Ja, goed. Dat oefenen we even op de kussens. De slag op de neus dus. De bovenkant van het kussen is de neus. Hier, dit is de neus. Daar gaan we. Laat los, jij! Ga weg, jij! Ga weg, jij! Ga los, jij! Dat begint er al aardig op te lijken, dames. We gaan nu lopen. Op straat, zogenaamd. Als ik ja roep, dan wordt u overvallen... En dan moet u doen wat ik geleerd heb. Daar gaan we. Ja! Laat los, jij! Ja! Laat los, jij! Dat kan veel agressiever, dames. Nog een keer. Ga weg, jij! Laat los, jij! Wat heeft dit te betekenen? Ik kijk alleen maar even hoe ver jullie zijn. Kom daar eens af, ouwe viezerik, of wil je andere arm ook in het verband? Nee, ik kom al. Ik bedoel, ik ga al. En vlug een beetje. En laat ik je hier niet meer zien. Ja, maar ik moet op mevrouw wachten. Dat doe je dan maar buiten. Oké, nou. Wat? Ga weg, jij! Nou, pak me dan vast. Hoezo? Nou, dan kan ik het demonstreren. Slomen. Ja, oké. Laat los,
Jij! Oh, schreeuw niet zo. Jawel, jawel, dat moet juist. Het is een van mijn sterkste wapens. Pak me nou nog eens vast. Ja. Maar dan vast blijven houden, hè? Dan doe ik de adelaarsklauw. Laat los, jij! Au! En dan geef ik je ook nog een schop. Nee, au, au, au. Oh, jee, ik had willen missen, maar ik kan niet zo goed mikken, hè? Ja. Oh, blijf eens hier, kom eens hier. De slag op de slaap, die heb ik ook nog geleerd. Ja, daar oefen jij maar met Van Dam. Van Dam? Die is weggejaagd door de leidster, omdat hij door het raam stond te loeren. En toen ik buiten kwam, stond hij voor de deur te niezen en te hoesten. Nou, erg zielig eigenlijk, hoor. Ach, ik heb hem toen maar gauw mee naar huis genomen en een warme koffie met cognac gegeven. Doe maar. Ik hoop dat je je warmhoudtechnieken daartoe beperkt hebt, hè? Zeg, wat denk jij wel? Ik heb hem daarna keurig naar huis gestuurd. Wat jij keurig noemt. Een beschonken, weerloze oude man zo de barre nacht in jagen. Hij was niet beschonken en weerloos was hij ook niet. Van Dam kan zich uitstekend verdedigen. Ja, met zijn keukentrapje. Waarom met zijn keukentrapje? Nou, laat maar. Niet thuis? Ze is toch officieel ziek? Ja, nou nee, ze kan niet praten. Maar ze is even langs school gegaan om een tas met paparazzen op te halen die ze in haar kast had laten liggen. De rector wil natuurlijk dat jij voor Hanna invalt. Ja, hij kan wel zoveel willen. Nou, ik denk toch niet dat je daar makkelijk onderuit kunt. Nou, moet jij maar eens opletten. Hij kan maar wat. Ik ben benieuwd. Nou, ik bel hem straks wel even terug. Oh, juist, ja. Nou, dan ga ik maar weer eens, hè. Moet toch nog boodschappen doen. Kan ik nog wat voor je meebrengen? Nee, ik heb alles al. Nou, des te beter. Dag. Dag, Molly. Dag, Molly. Dag, Molly. Hallo, Ivo. Ja, met Huisman. Huisman. Huisman, ja. Ja, daar kan ik niets aan doen. Ik heb het in mijn keel. Ik wilde graag de rector even spreken. Nee? Hoe kan het nou vijf minuten geleden had ik hem nog aan de lijn? Ik bedoel, hij stond op mijn antwoordapparaat. Nou, als hij terugkomt, zegt u dan dat ik hem gebeld heb. Huisman, bedankt. Ik had u willen uitnodigen om een praatje bij ons te komen maken over uw leven als huisman. Hallo, met Huisman. Ik kwam net thuis en ik hoorde u de band inspreken. Vertelt u het eens. Oh, bent u het zelf? Oh, daar schrik ik van. Oh, dat hoeft niet hoor. Nee, dat zal wel. Nou, meneer Huisman, ik heb dat interviewtje met u gelezen in het Stadsblad. En nu zouden wij het toch zo ontzettend aardig vinden als u bij ons eens op de vereniging wilde komen om wat over uw werk als huisman te vertellen. Ik kan u daar 350 gulden voor aanbieden. Nou, in principe wil ik dat wel. Wanneer zal het moeten zijn? Als het u schikt, volgende week donderdag in de Rode Leeuw. Dat is bij ons op het dorp. Dat is snel, hè? Dan heb ik nauwelijks de tijd om nog wat voor te bereiden. Ach, u houdt gewoon een korte inleiding. En voor de rest stellen wij wel wat vragen. Nou, oké, op uw verantwoording. Niet goed, geld niet terug. Nou, prima. Dan stuur ik u nog een schriftelijke bevestiging en een plattegrond van ons dorp. En dan kunt u de Rode Leeuw absoluut niet missen. Tot donderdag. Tot donderdag, mevrouw Kaasjager. Wat nou weer? Hallo, Joris. Ivo. Wat kom jij hier doen? Sorry, Ivo, mijn stem heeft het begeven. Oh, nee. Ja. Hanna heeft je aangestoken. Ja. Die zaait ook overal dood en verderf met de virussen. Ja. En ze moest ook zo nodig bij mij op school langskomen. Oh. Sorry, Joris, maar ze vertellen dat jij niet meer aan de telefoon komt sinds je die beantwoorder hebt. En daarom ben ik toch maar even langsgekomen. Heeft ze dat gezegd? Ja. Oh. Oh, dat kan die vrouw jokken. Hi, Joris. Hey, Ivo. En doet hij het of doet hij het niet?
Hij doet het niet. En waarom niet? Nou, vraag hem dat zelf maar. Hé, hey, waarom niet? Ja, ik wil wel, maar helaas. Wat erg, hoe moet het nou? Ik red me wel, ik bedenk wel iets. Nou, ik geloof toch dat het beter is dat ik nu maar maak dat ik wegkom. Het beste met jullie zere keel en kruim maar gauw onder de wol. Om uit te zieken. Ja, de Rivo. Wil jij nog wat sudans? Nee, veel te zuur. Drink nou op, is goed voor je keel, boordevol vitamines. Oh, jij bent aardig opgeknapt, zeg. Ja, maar ik heb ook mijn vitamintjes genomen, hè. Daarom ben ik er zo vlug weer vanaf. Oh, dan kan je nog invallen. Hé, even Ivo bellen. Niks Ivo bellen. Ik ga er een beetje mijn stem forceren. Trouwens, Ivo heeft intussen wel een oplossing gevonden. En ik voel me echt nog geen 100%, hoor. Ga je nog boodschappen doen? Ja, zometeen waarom? Daar breng ik wat lekkers mee. Gebakjes en paling. Oh ja, gebak en paling. Dat is heel goed voor de keel. Nou, ik moet gewoon aansterken. Aan het eind van de week staat weer de jank op de weegschaal. Nou ja. Oh, pas, okay. Rustig maar, rustig, rustig maar. Ik ga al, hè. Bah. Wat een bestaan. U luistert naar de automatische telefoonbeantwoorder van Hanna en Joris Huisman. Helaas, wij kunnen u op het ogenblik niet te woord staan. Geeft u daarom even. Ik ben mevrouw Kaasjager van de Plattelandsvrouwenvereniging uit Drasbroek. Meneer Huisman, ik had u willen uitnodigen om een praatje bij ons te komen maken over uw leven als huisman. Hallo, met Huisman. Ik kwam net thuis en ik hoorde u de band inspreken. Zegt u het eens. Hij smeekt. Met u zelf, oh, daar schrik ik van. De smeekt. Alsjeblieft, mevrouw. Gebak en moddervette paling. Een zalfje voor de keel. Kijk om je stem. Ik kan zo weer misgaan. Ja, je hebt gelijk. Ik vergat het even. Ja, zuinig zijn op je stem, maar niet forceren. Nee, niet forceren. Nee, daarom heb ik ook tegen die plattelandsvrouw gezegd, hè. Die op... Wat zeg je nou? Wat is er met die plattelandsvrouw? Heeft ze voor mij een plattelandsvrouw gebeld? Ja. Wat wou ze dan? Wou ze mijn handtekening? Nee, nee. Ze wou je juiste adres voor brief over de lezing. Heb gezegd dat je je stem kwijt bent en dat het niet doorgegaan. Maar Hanna, dat is pas volgende week. Dan ben ik toch al lang weer de oude. Niet forceren, weet je wel. Oké. Okay. Ja, misschien heb je wel gelijk. Hé, wat ben ik toch een sukkel. Je kunt echt merken dat ik oud word. Laat ik de biefstuk bij de slager liggen. Nou, ik ga wel even halen, ik ben zo terug. Nee, ik doe het nu alvast, dan ben ik er vanaf. Hier, heb jij alvast je paling, hè? Tot zo. Dag mevrouw Kaasjager, u spreekt met Joris Huisman. Ik ben net bij de dokter geweest, die heeft me een injectie gegeven en mijn stem is weer picobello. Niks aan de hand. En mijn vrouw kon dat natuurlijk niet weten en daarom heeft ze afgezegd. Maar zoals ik zei, niks aan de hand. Wat zegt u? Mijn vrouw heeft u niet opgebeld. Maar u heeft mijn vrouw toch gebeld dan? Nee. Maar kan het misschien zijn dat iemand van uw club gebeld heeft? Het ging over het juiste adres. Nee? Onmogelijk. Oh, nou, dan is hier sprake van een misverstand. Dan zal ik u niet langer ophouden. Ja, neem niet kwalijk. Dag mevrouw Kaasjager, tot volgende week. Wacht eens. Het antwoordapparaat. Natuurlijk, ze heeft het bandje afgeluisterd. Zo, daar ben ik weer. Hoe was je paling? Niet geproefd, op jou gewacht. Oh, dat is lief van je. Ook een stukje. Nou, alleen een klein piezeltje om te proeven, hè. Want tenslotte is hij voor jou, want jij bent ziek. Jij ook, geen gang.
Nee, ik ben niet ziek en ook geen klein beetje. Ik ga meteen die plattelandsvrouw bellen en zeggen dat ik weer helemaal de oude ben. Nee, niet. Jawel, ik zeg dat ik bij de dokter ben geweest en ik een injectie heb gehad. Dan sta je ook niet voor paal. Ik doe het meteen. Anders heeft ze misschien een ander gebeld en die centen kan ik best gebruiken, want jouw verjaardag staat ook weer aan te komen, hè? Vrouw heeft niet gebeld. Oh, nee? En hoe zit dat dan? Afgeluisterd. Huigeluister je bent. Ja, dat moet jij nodig zeggen. Zeg, jij bent zo'n... Ja. Jij bent zo'n... Nee. Hey, heb je het ook al in je keel? Praat me er niet van. Het is alsof ik suikerpapier gegeten heb. Heb jij dan niks voor Anna? Die rommel van haar die helpt niks. Oh, nou dan ga ik zelf wel wat halen. Ja, maar je kunt zo de straat toch niet op? Waarom niet? Je bent je stem kwijt. Je scherpste wapen is bot. Zo hou je geen overvallen van je lijf. Moet jij eens opletten. Ik laat me door dat gaatje niet in huis houden. Als je me nooit zegt dat ik je niet gewaarschuwd heb. Zou ik toch niet liever de dokter bellen? Nee, dat is niet nodig. Kan ik zelf ook wel. Ik dacht eigenlijk dat jullie telefoon stuk was. Nee, waarom? Heb je ons gebeld? Nee. Nee, hoe kom je er naar mij? Ik dacht dat ik je zo net nog in de telefooncel had zien staan. Ik? Hoe kom je daar naar mij? Jij smeegt. Je hebt biefstuk vergeten. Kaasjager bellen. Ja. Dus er is toch wat. Nou, dan ga ik maar weer. Wees voorzichtig op straat, hè. Ik zal maar een paar dagen binnen blijven. Je bent zo goed als weerloos. Ga weg, jij! Ga weg, ga weg! Jij! Ga weg, jij! Dat is dat. Als u hier dan even tekent. Ja, dat heeft u al gezegd. Ja, maar ik moet wel procesverbaal opmaken. Al is maar voor de verzekering. En het is nogal wat. Kijk, een stomp op de neus. Klappen met de zijkant van de hand tegen hals en slapen. En een duw onder de kin, waardoor ik achterover sloeg. Ja, of meneer hier moet zijn aanklacht intrekken. Geen sprake van. Zo kan ik niet bij mijn klanten verschijnen. En ik wilde haar alleen maar de weg vragen. Oh, hier zit je. Goedemorgen, brigadier. Ik ben Huisman. Kan ik mevrouw meenemen? Ja, doet u dat maar, voordat ze nog meer slachtoffers maakt. Heb jij dat allemaal gedaan? Alle mensen. Het is niet mis. En u deed zeker helemaal niks? Kom nou. Ik tik daar alleen maar op de schouder om de weg te vragen. Ja, maar dat had u natuurlijk ook nooit mogen doen. Molly, kom mee. Alleen een hele goede advocaat kan je hier nog uit vandaan redden. Noodweer excess kan hij misschien aanvoeren. En dat allemaal omdat hij van Dam zo nodig van zijn keukentrap moest donderen. Wat? Oh, sorry, heb ik je nooit verteld. Van Dam heeft helemaal nooit gevochten. Hij is alleen maar van zijn trapje gevallen. Wacht. Hij heeft het je alleen verteld om indruk te maken. Wat goeie genane mens. Ik schrik me rot, wat is er? Wat ga je doen? Moet je plassen? Ja. Wat krijgen we nou toch weer? Oh, nee, hè? Nee, niet doen! Molly! Molly, niet doen! Molly? Waar zijn jullie? Kom hier, kom zitten, vertel. Wat is er aan de hand? Kan niet. Oh, nee hoor, daar trap ik niet meer in. Het is niet waar, helemaal in elkaar. Ik had toch geen stem meer. Omdat je geen stem meer had? Nou zeg, jij bent niet goed wijs. Ik niet, we hebben een antwoordapparaat. Telefoon voor Joris. Een mevrouw Kaasjager van het platteland. Joris, ga je gang. Ik kan niet. Zeg maar dat hij zijn stem kwijt is. Aha, eindelijk is het zover dat alleen wij allochtonen nog wat te zeggen hebben. Hey. Hallo. Ik ben het telefonisch antwoordapparaat van de familie Huisman. De familie Huisman is zijn stem kwijt. Laat uw boodschap achter na de piep. Als ze weer kunnen, bellen ze u terug.